Hoi allemaal, welkom bij Fem. Vandaag ga ik jullie wat vertellen over de nieuwe film Divergent. En ik ga jullie meteen vertellen wat ik ervan vind. En of het een aanrader is om ervoor naar de bioscoop te gaan of niet. Divergent is het eerste deel uit een serie van 3. En dat is een boek geschreven door Veronica Roth. En het laatste deel van de serie is trouwens in november uitgekomen. En het is een serie die ik zelf echt ontzettend leuk vond. Het zit een beetje in de young adult categorie. Een beetje in de hoek van The Hunger Games. Maar dan even wat realistischer en ook wat luchtiger vind ik zelf. Het gaat over een meisje, Triss, en die leeft zeg maar in een stad, in een samenleving waarin mensen zijn onderverdeeld in verschillende facties. En die facties die zijn afhankelijk, het zijn zeg maar groepen mensen, die zijn afhankelijk van de capaciteit van die mensen. Dus je hebt bijvoorbeeld abnegation, dat zijn mensen die heel erg onzelfzuchtig zijn, die heel erg veel voor anderen willen doen. Je hebt dauntless, dat zijn mensen die juist heel erg waaghalzen zijn en wat dan ook. Je hebt nog candor, die zijn altijd eerlijk. Je hebt nog een aantal anderen. In elk geval, de samenleving is dus onderverdeeld in die facties. En als je dan een bepaalde leeftijd hebt gehaald, dan moet je dus kiezen bij welke factie je voor de rest van je leven wil aansluiten. Nou ja, op dat punt is dus Triss en die besluit van abnegation over te gaan naar dauntless. Dus van onzelfzuchtigheid naar de waaghalzen. En de film volgt eigenlijk hoe dat eraan toe gaat, hoe ze zich daarin ontwikkelt. En ook een beetje de verhoudingen tussen de facties onderling en hoe het er zeg maar in die samenleving aan toe gaat. Ik wil niet te veel loslaten over het verhaal, want dat zou jammer zijn. En zeker als je het boek nog niet hebt gelezen, wat ik wel heel erg kan aanraden, ga ik er niet te veel over vertellen, want dan is het gewoon niet meer leuk. En dit zijn echt boeken, als je er eenmaal in bent begonnen, dan wil je het gewoon uit blijven lezen. En het is gewoon lekker toegankelijk en luchtig. En ik vond het ook heel erg jammer dat het verhaal klaar was na het derde deel. Toen dacht ik echt van, wat jammer. Maar gelukkig komen er dus nu films uit en kunnen we nog een keertje van de serie nagenieten. Wat ik vooral echt heel erg goed vond aan de film was de casting. En als je een boek leest, dan maak je daar natuurlijk zelf een beetje een voorstelling van in je hoofd. Van hoe die karakters eruit zien, hoe ze zich gedragen. En dat komt niet altijd overeen als er eenmaal een film is. Maar ik vond dat deze keer dat de casting echt heel erg goed was. Dat ik ook echt dacht van, hé, dit is wel een beetje hoe ik me bijvoorbeeld Triss had voorgesteld. En die begint een beetje als een grijze muis. En daarna wordt ze echt zo'n powerwoman. En dat vond ik ook wel heel leuk dat je dat echt zo in die film zag. En ook Four, dat is zeg maar een beetje de mannelijke hoofdpersoon uit de serie. Daarvan kon ik me eerst niet zo'n voorstelling van maken toen ik het in de boeken las. En toen zag ik zeg maar de acteur en het geheel en toen dacht ik, hé, ja, jij bent echt een voor. En dat vond ik wel heel erg leuk om te zien. Als je de boeken leest, dan gaat het verhaal vrij snel en dat vind ik in de boeken niet zo erg, want ik vind dat wel fijn als er een beetje tempo in zit. Maar in de film hebben ze natuurlijk nog best wel wat dingen uitgehaald, omdat ze anders de film veel te lang zouden maken. En ik vond dat het in de film eigenlijk een beetje te snel ging. Dat ik dacht van, hé, er worden best wel wat belangrijke gebeurtenissen worden er uitgelaten. En dat is best wel zonde. Maar ik snap ook wel dat ze die keuzes moesten maken. Wat ik daardoor wel vind is dat als je het boek niet hebt gelezen, dat dan de film niet zo heel erg leuk is. Omdat je dan bepaalde dingen mist en dat je dan denkt, ah, wat een gek verhaal is dit eigenlijk. En als je de boeken juist wel hebt gelezen, dan is het absoluut een hele leuke film om te zien. Het is altijd een beetje tricky om een boek te verfilmen. Zeker als het zo'n populair boek is. Want deze serie, ik weet zeker dat heel veel van jullie de boeken hebben gelezen. En dan is het lastig om het boek recht te doen. Maar ik moet zeggen dat ik vind dat ze hier echt een goede film van gemaakt hebben. Sowieso ook, het is gewoon een leuke film om te zien. De effecten zijn leuk. De hele wereld die erom gecreëerd wordt, die komt heel erg overeen met het boek. En ook een beetje wat ik had verwacht. Dus daar hebben ze echt iets heel goeds van gemaakt. Als je de boeken niet hebt gelezen, dan weet ik niet of deze film heel erg leuk is om te zien. Omdat het dan vrij lastig is om het verhaal te volgen. Maar als je een beetje van dingen houdt als Hunger Games en young adult post-apocalyptic-achtige boeken en films, dan is die denk ik alsnog wel heel erg leuk. Sowieso zijn ze al bezig met deel 2. Volgens mij gaan ze die over een maand of zo filmen. En die wordt als het goed is in maart 2015 in de bioscoop verwacht. Dus ik heb er al heel veel zin in om die dan te gaan bekijken. Maar helaas moeten we nog even geduld hebben. Maar deze, de eerste film is in elk geval super leuk. Ik ben trouwens nog wel op zoek naar een beetje leuke boekentips die een beetje in deze sferen zitten. Dus als jullie nog tips hebben, laat het achter bij de comments. Want ik vind het altijd wel leuk om een beetje dit soort boeken te lezen. Gewoon even lekker luchtig en gewoon goede, pakkende verhalen. Dus laat het weten bij de comments als je nog tips voor me hebt. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet op dit kanaal te abonneren. En tot de volgende keer. Doei! Ik gebruik echt zeker niet te veel. Want dan gaat het echt eronder lekken en dan krijg je hele vlekkerige letters. Dus pas daar een beetje voor op.